Nou, ik ben Annette Jacobs. Ik ben kinderboekenschrijver. Dat is niet wat ik altijd wilde worden. Ik wilde eigenlijk altijd heel graag zeemeermin worden. Dat is niet gelukt. Kinderboekenschrijven is ook heel erg leuk. En je blijft er een stuk droger bij. Daar hou ik van. Ik woon in Almelo. Ik schrijf vooral geheim van boeken voor uitgeverij Leopold. Het is een hele bekende reeks. Verschijnen heel veel boeken in, niet alleen van mij. Ik heb ook een eigen serie over de verliefde juf. En die juf is altijd ernstig verliefd, dat snap je wel. En ik heb net een nieuw boek. En mijn nieuw boek gaat over TikToks. Je kent ze vast. Ik heb me daarin verdiept. Het heet ook de TikTok Challenge. Gaat over Nova. Nova mag van haar moeder niet op social media. En dat is super jammer. Want de hele klas gaat namelijk meedoen aan een TikTok-wedstrijd. En uiteindelijk doet Nova ook mee, stiekem, onder de naam van haar buurjongen, Dax. Het is mijn 11e boek, denk ik. Vlak hiervoor heb ik het slijmboek geschreven. Dat is met slijm in de hoofdrol. En dit is dus met TikToks in de hoofdrol. Het zijn wel allemaal echt gewoon fictieboeken. Alles is verzonnen. Het is dus ook niet met recepten of met hoe je TikToks moet maken. Echt gewoon een heel spannend avontuur over TikToks. Ik ben kinderboeken gaan schrijven. Ja, omdat ik verder gewoon eigenlijk niks anders kan. Dat is heel simpel. Ik heb alleen maar één hoofd vol met verhalen. En ik zit altijd van alles te verzinnen en te bedenken. Verder heb je niks aan mij, dus zet mij in een hoek, laat mij boeken schrijven. Of geef me een boek van iemand anders om te lezen, vind ik ook heel leuk. En dan heb je geen kind meer aan mij. Ja, ik hou van verhalen verzinnen. Is ook eigenlijk gewoon het allerleukste wat je kan doen. Hè? Ik bedoel, de hele wereld mag je zelf verzinnen. Alles wat in dat boek gebeurt, dat kan je als schrijver zelf bedenken. Dat is super fijn. En daarna is het pas echt leuk als kinderen die boeken gaan lezen en daar dan ook blij van worden. Dat is helemaal een cadeautje. Ik schrijf al mijn verhalen aan de keukentafel thuis, op een laptop. Is hartstikke makkelijk. Ik doe het trouwens ook wel gewoon in de tuin, want dat kan natuurlijk ook. En dat kan eigenlijk alles met zo'n laptop. Dus schrijven is een baan, dat kan ook hier. Als jullie even niks meer aan mij hebben, ga ik in een hoekje zitten, schrijf ik gewoon verder. Ja. Er is ook wel een nieuw boek onderweg, maar dat is een heel leuk project samen met Sis Twente. Er wordt een boek over jonge mantelzorgers. En gewoon ook een heel spannend avontuur. Maar toevallig is dan een jonge mantelzorger de hoofdrolspeler. Zodat je een beetje als lezer een inkijkje krijgt in het leven van iemand die eigenlijk gewoon nog veel te jong is om al heel veel zorgen te hebben en verantwoordelijkheden. En verder gewoon een mooi spannend verhaal. Maar ik moet het hele verhaal nog verzinnen. Het is een project echt in een notendop nog. Dus dat, maar dat gaat er wel aankomen. Daar heb ik heel veel zin in. Ja, leuk. Lezen is super belangrijk. Als je leest, ik geloof als je een kwartier per dag leest, dan heb je aan het eind van de week zoveel woorden in je hoofd gekregen dat je daar gewoon, dan word je slimmer van, heel kort gezegd. Bovendien krijg je allerlei emoties mee die de kinderen of de mensen in jouw boek beleven. Dus je krijgt een soort van kijk op hoe mensen met dingen omgaan. Je beleeft sowieso avonturen terwijl je gewoon in je bed ligt te lezen of op een stoel. Je hoeft daar helemaal niet de deur voor uit. Tijdens corona, boeken lezen is de ultieme manier van avonturen beleven en actie ondernemen. Dus gewoon doen. Lezen.